In deze video gaan we kijken naar twee kleine nieuwe functies in versie 25.6 van Photoshop. Kijk even in je Creative Cloud welke versie jij hebt en eventueel moet je de update doen. Maar goed, uh, het gaat over twee dingetjes. We gaan voorinstellingen van aanpassingslagen bekijken en we kijken even naar een nieuwe functie in de contextgevoelige balk. Goed, uh, voorinstellingen voor aanpassingslagen, dat zijn misschien dingen die ik denk van waar heeft die het nou over? Nou, wat we moeten doen is. We gaan eerst maar eens even naar venster en daar vinden we aanpassingen. Nou, wanneer je die aanpassingen hebt staan, dan kun je die deelvenster kun je hier inslepen. Dan heb je hem altijd bij de hand Zo, en dan vouw je hem uit. Dit is het deelvenster aanpassingen. Wat het eigenlijk zijn is, je gaat aanpassingslagen maken die je ook hieronder kunt, kunt kiezen. Hè? Dus helderheid, niveaus, curves. En die echt handig zijn om ja, non-destructive, zonder dat je de originele foto aanpast... Uh, kunt gebruiken om aanpassingen te doen. Dus is echt een handige functie. Ik heb er ook ooit eens een video over gemaakt. Linkje onder deze clip. Maar goed, uh, je hebt dus ook een deelvenster aanpassing. Dat werkt soms net even wat anders. Daar ontbreken een paar functies op. Maar in wezen kun je daar hetzelfde doen. Hè. Je kunt een kleurtoonverzadiging laag maken. Ik zal er even op klikken. Dan zie je hier kleurtoonverzadiging. Je ziet hier het deelvenster wat erbij hoort... om die kleurtoon en die verzadiging aan te passen. Goed, dat, dat is, zo werkt het met aanpassingslagen. Maar wat ik dus nu zeg... Er is een nieuw vakje bijgekomen, uw voorinstellingen. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan ja, maar eens iets creatiefs met deze foto doen. Ik heb er vier van, 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 van deze foto kort achter elkaar genomen. Ja, jongens, je lag lekker in, in zo'n wagen te lachen. Dus maak ik snel even vier foto's en daar is dit het resultaat van. Ik heb ze vierkant bijgesneden. En, nou, wat gaan we ermee doen? Ik wil er wat creatiefs mee doen. Een collage. Dat gaat als volgt. Ik kies eerst even een, een, een aanpassingslaag verloop toewijzen. Dat doe je niet vaak, want wat, wat, wat kun je er eigenlijk mee? Nou, uh, ik heb hem nu toegewezen. De foto wordt zwart-wit. Nou, dat is één ding. Dan krijg je hier in het eigenschappenpaneel krijg je een verloopbalkje zien, van zwart naar wit. Wanneer je daarop klikt. Krijg je die verloopbalk nog een keer te zien hieronder? En dan zie je twee blokjes bij: wit en zwart. Nou, dat is ook het verloop wat je hebt: hè, van wit naar zwart. Wanneer je op het zwarte bolletje klikt, dan zie je dat hier kleur zwart wordt. Wanneer je daarop klikt, dat is even wat handling, dan kun je daar een kleur kiezen. En op het moment dat je dat doet, dan zie je dan komt er een soort ja, monochroom rood overheen, primair rood. Dat Is wel leuk eigenlijk. Ik vind het contrast is wat, ja, dat valt een beetje weg. Dus wat doen we dan? Dan kijken we hier naar curven. Ja, daar klikken we weer op. Ja, en we maken een S-curve. Want als bekend. Met een S-curve verhogen we het contrast. Nou, dus de, de donkere gebieden worden wat donkerder en de lichte gebieden worden wat lichter. Nou, zo zie je hoge contrast, net iets meer aansprekend. Ik zeg al, ik heb vier foto's gemaakt. Dus dit wil ik eigenlijk ook doen op de andere foto's. Dus wat zou ik moeten doen? Andere foto openen. Weer diezelfde handelingen? Ja, dat is onhandig. Je kunt een actie maken. Maar een actie, ja, die heeft ook zo wat beperkingen. En wat er dus nu gaat gebeuren. Ik selecteer allebei die lagen. Hè, dus die, die verloop uh, toewijzen en die curve. En ik klik hier op het plusje bij mijn voorinstellingen. En daar tik ik in. Primair. Van primaire kleur monochroom. Dat het maar één kleur is. Dus hè, je kunt dat al namen geven die je wil. Je klikt op opslaan en op het moment dat je dat doet, zie je dus hier een thumbnail verschijnen. Daar staat primair monochroom. Goed, ik gooi ze even weg, die twee lagen. Stel ik kom nu boven met de cursor boven. Dat plaatje, hè, die, ik heb nog niet geklikt, dan zie je meteen de preview. Dat is het voordeel toch wel van die presets, dat je dus niet ergens een, een actie moet je op klikken en dan doet hij het. Maar, en wanneer ik hier op, op klik, dan zie ik dus hier meteen die twee lagen terugkomen. En daar kan ik dus nu zeggen, nou in dit geval, stel ik had niet rood gewild, maar een andere kleur, dan klik je dus op, dan krijg je hier... Het dialoogvenster erbij. Je klikt weer wat we net al deden op dat blokje. En ja, nu kiezen we maar gewoon eens blauw. Hè? Of in dit geval uh, paars of lila, hoe noem je dat? Ja, en dan krijg je dit beeld. Dus je kunt nu heel snel door op een preset te klikken en een andere kleur te kiezen, een andere kleur maken. Overigens moet je zien: het, hij maakt die twee lagen, die aanpassingslagen die ik gemaakt heb, die curve en die verloop toewijzen, die heeft hij dus in die preset gezet, in die voorinstelling gezet, die heeft hij in een in een groep gezet. Dus het voordeel van een groep is dat, stel ik wil dit effect wel hebben, maar niet 100%, dan kun je de dekking terugdraaien. Ja, dit dat, dat is wat een beetje color grading is: dan gebruik je de kleuren van, het, van de foto, maar je gooit er een zweempje overheen. En zo kun je dus dat zweempje eroverheen gooien, hè, door die dekking te verlagen. Dat is het voordeel van een groep. Ja, maar ga ik dus nu naar de volgende foto? Dit is de volgende foto. Ik klik op monochroom. Dan maak je natuurlijk weer rood. Nou, die vind ik wel goed. Ja, ik klik hier weer een keer op. Ja, ik wil hier het verloop toewijzen. Klik erop. Ik heb hier een kleur. En ik zeg, nou, maak die kleur maar eens. Ik wil ook een groene versie. Bijvoorbeeld 200 en dan maken we die 0. Zo, nou, dat is te licht. 128. Zo, kijk, dan krijg je dit. Zo kun je dus alle kleuren toewijzen die je wil. en we willen ook nog een blauwe versie dus we klikken weer hierop. ja we klikken op kleur toewijzen we zeggen hier klik klik ja het wordt dan het wordt dan echt wel heel snel om dat aan te passen ja 2,55 en die halen we weg zo en dan heb ik dus heel snel hè, met een preset ja een, een paarse versie gemaakt een rode versie gemaakt een groene versie gemaakt en een blauwe versie gemaakt en ja, die, het, het fijne van zo'n voorinstelling is, is, van die, van die uh, aanpassingslagen, is wanneer je op die drie puntjes klikt, dat je de naam kunt wijzigen. Dat is handig. Je kunt hem verwijderen. Dat is ook handig. Ja. Maar je kunt ook de voorinstelling exporteren. Dus wanneer iemand nou zegt van, goh Pieter, dat vind ik nou zo'n leuk iets. Kun je, ik wil dat ook. ja Nou, dan exporteer je hem. En dan kan iemand anders die, die preset gewoon zelf in zijn eigen Photoshop gebruiken. Dus dat is natuurlijk super handig. Nou, en uiteindelijk was het de bedoeling om er een collage van te maken. Ja, en dat is dan natuurlijk heel simpel. Dan zet, maak je het canvas wat groter en je zet daar die vier, die vier fotootjes in. En dan krijg je dit. En wanneer je dat op een mooi papiertje aftrekt en tegen je tegen de muur aanhangt, dan ja, elke ochtend dat je dan uit bed komt en je ziet dat kereltje zo naar je lachen. Ja, dan word je natuurlijk super blij. Dat is ook het voordeel van print. Hè. Blijf printen, dan wordt de fotografie een stuk mooier. Nou, dat is dus het eerste deel. Dat is het preset van de voorinstellingen. en die vind je dus via venster aanpassingen en dan uw voorinstellingen en dan, voorinstellingen en dan maak je Aanpassingslagen met de functies die hier staan. Andere functies ondersteunt hij niet. Hè? Dus bijvoorbeeld een volle kleur of gradiënt, die, die, die ondersteunt hij niet. Dus het gaat hier echt om de, de waarden die hierin staan. En het tweede is, en dat gaan we ook even doen, stel dat we hier tekst op willen hebben, ik, 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 ik trek gewoon even een vak eroverheen. Dus verder uh, voegt het niet zoveel toe aan het ontwerp, maar ik doe het maar gewoon even. Is, um, hier staat tekst over. Nou, tot op heden was de. de, de Contextgevoelige balk voor, voor tekst een beetje ja, beperkt. Je kon de lettertype vervangen, je kon de grootte vervangen. Maar je kon bijvoorbeeld niet de uitlijning vervangen. Ik zal hem eerst even een andere kleur geven trouwens. Zwart is misschien wel beter te zien. Je kon de, de kleur veranderen, maar niet bijvoorbeeld de uitlijning. Nu, nu staan die uitlijning uh, links, midden en rechts staat erbij. Dan staat ook nog zelfs een teetje met. Twee streepjes. Wanneer daarop klikt zie je, dan kun je ook de interlinie kun je nog aanpassen. Hè? Die kun je groter en kleiner maken. Ja, dat zie je zo gebeuren. En wanneer je zegt ik wil de afstand van de letters wat groter maken, dan kan dat ook op die manier. Dus je krijgt hier wat. Toegevoegde waarde, hè, dat is dan de nieuwe functie in punt 25.6 van Photoshop om met tekst te spelen. Nou, tot zover deze uh, ja, wat toch wel beperkte nieuwe functies in Photoshop 25.6. Maar ik geef toe: wanneer je eenmaal de functie weet van een voorinstelling aanpassingen. Dat kun je natuurlijk op allerlei manieren gebruiken hè? Om, om doordrukken tegen te houden, om, om uh, monochrome te maken, om, om color grading te doen. Ik zou zeggen, ga het gewoon eens even proberen. En misschien vind jij zelf ook voor jezelf wel een, een, een mooie voorinstelling. Tot zover.